Deze ingang van het rivierenhof in Deurne krijgt momenteel een grondige herinrichting. Heel dit stuk aan het Kogelsplein wordt beter ontsloten. Er wordt door de provincie 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe ruime parking en ook in een nieuwe speeltuin. Dat laatste leidt tot onbegrip bij buurtbewoners en milieuactivisten. De Antwerpse ring ligt op amper enkele tientallen meters hier vandaan en hier wordt ook het bandtracé in de toekomst aangesloten. Kinderen net laten spelen daar waar er veel fijn stof is, is volgens hen geen goede zaak. Niet zo, stelt het provinciebestuur. Dat is dus de uitvoering van beslissingen die jaren geleden genomen zijn. En er zullen nog andere investeringen komen in het Rivierenhof, vooral voor de sportclubs. En we denken dat het heel belangrijk is om ook nog heel wat jongeren de kans te geven te kunnen sporten in een groene omgeving. En ik ontken dus niet dat het fijnstof een probleem is, maar ja, het kan toch ook niet dat we geen investeringen meer zouden doen voor sport of voor spelen in een park. 15 verenigingen, waaronder de Bond Beter Leefmilieu, eisen het nu om gezondere lucht voor kinderen, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Het verkeer in Vlaanderen is volgens hen de voornaamste bron van luchtvervuiling. Om de impact op de gezondheid te reduceren, is afstand bewaren net belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we moeten proberen aan de oorzaak van het probleem iets te doen. Dat is dus te proberen het fijnstof te verminderen. Daar moeten waarschijnlijk ernstige maatregelen rond genomen worden. Maar ik denk dat we het moeilijk kunnen maken om in een park geen speelmogelijkheden te voorzien voor kinderen.